Hi Schorpioen, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 42. En dat is van maandag 16 oktober tot en met zondag 22 oktober. De kaarten schudden om te kijken wat week 42 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Schorpioen alsof week 42 voor jou een week is waarbij je voor jezelf de tijd wil nemen om over dingen na te denken. En het kan eigenlijk zijn dat je daarin ook best wel wat pittig kan zijn naar de mensen om je heen. En het lijkt vooral jouw eigen stuk te zijn, dat jij ergens mee aan de slag mag gaan. En je wil dat misschien ook wel een beetje meenemen naar een ander. Of misschien een ander daarin wel wat opleggen. Juist uit een stukje liefdevolheid of een stukje dat je echt denkt dat het beter zou zijn. Maar het kan zijn dat je dat in het beginsel een klein beetje heftig kan overbrengen. Op het moment dat je net iets meer liefde overbrengt of meer uitlegt waarom je er bijvoorbeeld zo in staat of waarom je zou zien dat iemand graag iets wel of niet zou gaan doen, dan heb ik het idee dat je namelijk iemand veel meer mee gaat krijgen. En ik heb ook het idee dat dat te maken heeft dat er een stukje uitslag ergens over mag komen. En op het moment dat je weet wat er gaat gebeuren of op het moment dat je een bepaalde beslissing hebt genomen of hebt gekregen misschien wel, lijkt je ineens dat stukje wat warmer en liefdevoller aan te pakken. En dat kan het zijn dat het zomaar wat sneller voor elkaar is. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.